Breda Nu. Je weet het meteen. Vrijdag werd de Boekenweek geopend in boekhandel Grand Theater met het NPO 4 Boekenweek ontbijt. Dit jaar is het thema van de Boekenweek verboden vruchten. Wat vindt u van het thema van de Boekenweek? Ja, we hebben er wel een beetje over moeten nadenken voordat we begrepen op welke manier we dat zouden gaan vormgeven in deze uitzending. Verboden vruchten, ja, hoe combineer je dat dan met muziek? Maar ja, het is eigenlijk een heel erg leuk thema, omdat blijkt dat er gewoon alles in past. Het gaat over de liefde natuurlijk, het gaat over genot, het gaat over stiekem. Eigenlijk is het stiekeme genieten en ja, dat kun je op allerlei mogelijke manieren vertalen, zowel in de literatuur, maar natuurlijk ook heel erg in de muziek. De verboden vruchten. Ja, is wel leuk, want het gaat natuurlijk allemaal over dingen ja, die niet mogen. En dat is altijd aantrekkelijk, dingen die niet mogen. Allemaal muziek waarvan je soms denkt, ah, mag ik daar eigenlijk wel van genieten? Het is eigenlijk ook een beetje een verboden vrucht. Dus ja, langzamerhand hebben we dat in de uitzending verwerkt. En het bleek allemaal te kloppen, 4 uur lang. Nou ja, wat ik al zei tegen mevrouw Vromans ook, is dat je bij de opera, zijn alle verhalen gaan eigenlijk altijd over dingen zoals verboden liefdes of jaloezie of dingen die je niet mag doen of moord en doodslag. En dat kan in de opera dan gewoon wel op het toneel. Dus eigenlijk heb ik er in mijn werk altijd mee te maken met grote gevoelens en dramatiek en dergelijke. Dus ik vond het heel leuk dat ik uitgenodigd was om hier te komen zingen, want het past er heel goed bij voor mijn gevoel. Ja. Ik vond het wel heel leuk, iemand die hier sprak me hier in de boekhandel aan en die zei eigenlijk zijn verboden vruchten de boeken. Want in boeken zit iets wat je raakt, wat je grijpt, wat je pakt. En er is er maar één die weet dat dat voor jou zo is, namelijk dat ben je zelf. Jij die dat boek leest. Dus jij pakt uit het boek jouw eigen verboden vruchten. Dat vond ik wel heel mooi voor deze boeken. Breda Nu. Je weet het meteen.